Ja, dat mag er ook wel even bij gezegd worden. We zijn een beetje trots. Lieke gaat nu zo aanstonds de knop indrukken waar dat allemaal mee gaat gebeuren. Je wil niet weten wat er dan gaat ontstaan als jij op die simpele knop drukt. Nou. We gaan eerst eventjes aftellen. Dat gaan we nu aanstonds doen. Wil jij nog iets zeggen? Ik had niks te zeggen. Kom rustig aan hoor. Goedenavond allemaal. Ja, ik kan hier natuurlijk niet staan en mijn mond houden, dat begrijp je. Ik wil jullie toch even vertellen dat toen ik gebeld werd om, of met het verzoek om de kerstboom te mogen ontlichten, dat er bij mij een klein beetje een kriebel in de buik kwam en dat ik dacht, natuurlijk wil ik dat. Want ik ben inderdaad een echte apenluier. Ik ben geboren in IJsselstein. Zijn er nog meer apenluiers in de zaal? Ah, kijk dan toch. Wat goed. Ja, opgegroeid in Benschop, maar toch echt geboren in IJsselstein. Dus iedere keer als ik de kerstboom zie op de A2, dan ben ik een beetje thuis. En ik denk dat heel veel mensen dat met mij voelen. En dus ook heel erg veel belang hechten aan die kerstboom. Dan wil ik